belangrijkste thema deze vraag is misschien wel of Kevin De Bruyne al dan niet naar Manchester City trekt. Jij als, ja, als speler, hoe zou jij naar deze situatie kijken? Zou jij het doen of toch bij Wolves blijven? Ik denk dat voor een speler zoals Kevin De Bruyne vooral belangrijk is om elke weekend te spelen. En ik kan Kevin begrijpen dat misschien hij wil naar een betere competitie zoals de Premier League, maar op papier met die Wolfsburg, ik denk dat het mogelijk is om prijzen te pakken en waarom niet kampioenen zijn. Het is niet meer over geld, omdat ja, ik heb een artikel gelezen van De Bruyne een paar maanden geleden, waar de vraag was, weet je hoeveel geld heb je in je rekening? En je geeft geantwoord, nee, totaal niet. Dus geld is niet de allerbelangrijkste. Vooral voor een speler zoals De Bruyne, die jong is en met veel kwaliteit, je kan de verschil maken in Wolfsburg, maar geef geen plaats in dit Manchester City. Ja. Met zoveel goede spelers. Ik heb gisteren de match gezien tegen Chelsea. En als we moeten zeggen waar gaat Kevin De Bruyne spelen, ja, ik ben niet zo zeker. Nee. Vind je dat de Premier League hoger staat aangeschreven dan de Bundesliga? Nee, ik denk dat niet. Ik denk dat de Bundesliga een goede competitie is. En er is progressiemarge om te groeien. Met de Premier League, oké. Zeker beter verdienen, maar op voetbalvlak, sportieve vlak, ik heb mijn twijfel. Ja, dat zelf wel aan. Geld speelt voor Kevin eigenlijk ja, weinig of geen rol, hè, aangezien dat hij ook wel in Duitsland zijn boterham verdient. Ja, is het dan voor hem niet beter, hij is een echt voetbaldier, om toch gewoon bij Wolfsburg te zijn? Sowieso, ik denk dat wel. Ik denk dat wel. Ja, 1 jaar minste. 1 jaar minste in de Bundesliga blijven en waarom niet proberen de titel pakken tegen die Bayern München die altijd favoriet is. Maar als ik Kevin De Bruyne ben, dat zou 1 jaar langer in de Bundesliga blijven. Dan gaan we zien of hij al nog niet vertrekt in de laatste dagen van de mercato. We zullen zien.